Als je iets niet binnen zijn context kan begrijpen, dan kan iets heel bedreigend overkomen. Dat kan bijvoorbeeld gevolg zijn van het letterlijk begrijpen van taal. Als iemand zegt van de nacht valt, ja, iets dat 's nachts valt, dat kan best gevaarlijk zijn. Sommige mensen met autisme, als je dan gaat vragen de eerste keer wat is er aan de hand, en ze kennen die uitdruk niet, gaan ze zeggen van er is niks aan mijn hand. Dus het is zeer belangrijk om daarop te letten, dat je duidelijke boodschappen geeft. Ik was op een oudercursus en ze zeggen van mijn kind heeft problemen. Als ik zeg van ik ga naar boven en kleed u uit, dan liggen die kleren altijd overal. Maar dat is geen duidelijke opdracht. Dus van ga naar boven, ga dan de badkamer binnen en doe daar je kleren uit. Dat is al veel duidelijker voor die persoon. En dat vraagt wel wat oefening om dat gewoon te worden, om op die manier te communiceren. Toen Thomas een klein jongetje was en toen ik hem iets wou verbieden, dan zou ik dat kunnen doen met een hele lange zin. Zoals, Thomasje, ga je nu alsjeblieft van die kast komen, want op kasten kruip je niet en dat doe je niet. En het is veel beter van mooi te spelen met je broertjes en je zusjes en daar op het tapijt gaan te zitten en je blokkendoos te pakken. Een hele volzin. Toen hij 3 jaar of 4 jaar of zelfs 5 jaar was, daar had hij helemaal geen boodschap aan, want dan werd hij nog chaotischer en nog moeilijker. Wat moest ik toen doen? Toen zeggen? Bijvoorbeeld, Thomas, af. Ga van die kast af. Gedaan. Stop. 1 woord waarop hij begreep, dat mag ik hier niet doen. Ik kan mij voorstellen, als andere mensen zoiets zien, dat ze zeggen van, wat een strenge mama, wat een coole mama. Terwijl het eigenlijk het gedrag is van het kind en de mama die het kind zodanig goed kent, dat zij weet, als ik het zo zeg, dan begrijpt hij mij. Als ik je verhaal vertel, als je dat opnieuw verhaal vertelt tegen iemand anders, gaat het kwak hetzelfde zijn. Terwijl als iemand zonder autisme dat doet, dat niet is. Meestal hoor ik een verhaal maar 1 keer, maar een verhaal van mijn moeder heb ik verschillende keren gehoord en het is precies of dat ze ligt. Ik weet dat ze niet ligt, maar elke keer is de inhoud van dat verhaal iets anders en is er een detail dat verandert. Bij mij verandert nooit een detail.